Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Nederland heeft te maken met veel bewolking, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De wolken blijven ook in de aanvoer zitten en dat betekent dat we een groot deel van de dag tegen die grijze wolkendeken aan zitten te kijken. In het zuiden zijn de wolken iets minder dik en kan de zon af en toe even doorbreken. Misschien dat er in het noorden een keer een spatje regen valt. Vanmiddag weinig verandering in dat weerbeeld. Uiteraard loopt de temperatuur iets op. Het wordt 14 tot maximaal 16 graden. En de wind waait uit west tot zuidwest. Is matig tot vrij krachtig langs de kust. Af en toe krachtig windkracht 6. Vanavond neemt de kans op neerslag in het noorden langzaam toe. In het zuiden houden we bewolking. En verder verandert er eigenlijk heel erg weinig. Morgen dan een heel ander weertype. We beginnen met regen en veel wind. De wind draait in de ochtend naar het noordwesten. Kan stormachtig zijn in het Waddengebied, zelfs stormen en kans op zware windstoten tot meer dan 100 km per uur. Koud is het niet, en in de middag breekt de zon af en toe door. Vrijdag, zaterdag, zondag het is wisselvallig weer, met van tijd tot tijd buien of wat regen, temperaturen aan de magere kant en soms een beetje zon tussendoor. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.